Die werken moet nu een keer toch op denken. Hè? Achter de man, achter de schijf. Dat is nou die palm ook, hè? Is dat wel het zonnezip? Is dat wel het zonnezip? Ik heb dat gevoeld. Nee, hè?
Dat kan niet anders, hè. Dat moeten we proeven, hè. Goed. Oké. Okay. Hij heeft er al de routine van, hè? Ja, normaal zijn we nu nog vullende plateaus, maar ik heb geen meer, dus ik moet dan gaan doen. Voilà, hè, Edi. Alsjeblieft. Ja, hela. De club heeft dat ook al een keer mogen meemaken, de Arnedag, en dat was eigenlijk fantastisch. Ja. Ik wil ook even benadrukken dat wij een ongelooflijk goede samenwerking hebben gehad met Make-A-Wish. Daarvoor mijn speciale dank aan Trace, maar Trace die komt dadelijk op, dat is de special guest op het podium. Ja, Trace, hebt u een konijnenstaartje nog? Ja, oké. En ook aan Mark Peters, die ook bij onze vergaderingen is geweest en die met ons heel veel samen besproken hebben. Misschien even de geschiedenis, waarom we hier zijn. Iedere officiële Harley-Davidson dealer wereldwijd wordt verondersteld vanuit Harley-Davidson om een eigen chapter te hebben. Ja, een chapter is eigenlijk een club van klanten. Ja. En het is heel gebruikelijk, vooral in Amerika is het heel gebruikelijk dat er heel veel gedaan wordt, zoals zij dat noemen, aan charity. Ja, in Amerika, wij doen dat hier voor Make-A-Wish, in Amerika doen ze dat voor de Muscular Dystrophy Association. En ze hebben daar al, sedert 1980, hebben ze daar al $65 miljoen opgehaald, dus dat is niet niks. Ik weet niet of wij die $65 miljoen gaan halen vanavond, Trace, maar we gaan ons best doen. En die acties hebben natuurlijk navolging in Europa, zoals bij ons. Ons chapter, Gent Chapter Belgium, dat momenteel een 130 leden telt, is verbonden hier aan HD Gent en heeft zich vorig jaar ook al geëngageerd voor Child Crime. Dat was ook wel een heel leuk succes, maar dit jaar dachten die mannen, dat is de apotheose. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Daar is al het een en ander gebeurd. Een schoenpoetsactie tijdens Open House. We hebben een dag gehad met de rechtenstudenten van Gent. Er is een lotenverkoop geweest. Flyers zijn er rondgedeeld. Dus er is al het een en ander gebeurd. Er is ook al een klein budget wat klaar staat. Maar vandaag is het natuurlijk de bedoeling dat we hier het budget heel zwaar gaan aandikken. Ik zou dan toch even de geëngageerde partijen willen aanhalen, hè? Want het is leuk dat wij hier staan, maar wij kunnen hier niks doen als er geen kunstwerken zijn. Met wie hebben wij samengewerkt? We hebben samengewerkt met de derdejaarsstudenten van de Hogeschool voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas te Gent, ja? De speciale afdeling Studio Stil. Daar hebben we contact gehad met Matto de Sein en Pieter Samijn en ook Dominique van der Wal, die hier ook vandaag zijn. Jongens, bedankt voor de goede samenwerking. De studenten, derdejaars, hebben wij allemaal een benzinetank gegeven van Harley. En via de school is er gevraagd om daar iets mee te doen. En ik moet zeggen, dat is fantastisch gelukt. En dat gaat u dadelijk zelf wel ondervinden. We hebben ook reproducties en litho's vandaag. Die zijn gesponsord door Galerij Oscar de Vos, de Sint-Martens-Laten. We hebben hier ook tussen ons Joris Rogge, persoonlijke vriend van mij, die ook 3 gipsen sculpturen heeft gemaakt. Heel mooi. We hebben een kunstenaar, maar dat is onder het pseudoniem Dockworks, die ook een speciaal werk heeft gemaakt. We hebben ook mensen vandaag hier van Harley-Davidson Benelux. Harley-Davidson Benelux is de overkoepelende organisatie voor alle Harley-Davidson dealers in de Benelux uiteraard. We hebben Jola Noir, dat is een lid van ons chapter die een aquarel heeft gemaakt. En we hebben Wanbli en Katty, is ook een lid van ons chapter die een magnifieke trommel geschonken heeft. Heel exclusief.
Dus u hoort het, het is voor elk wat wils. Ik wil ook nog even de Make-A-Wish-sponsors van dit jaar bedanken. Bakkerij van Krombrugge, die ons altijd voorzien heeft van brood en banket. En die Geert, die flessen Cava heeft gesponsord, ook voor bepaalde acties. Philippe Verdonk, die de signing heeft gedaan. En Rick van de Kastelen, die zoals vandaag de hapjes ook heeft gesponsord. Alle vernoemde partijen... 28 euro, hier bij mij. 28, 30 achteraan, 32 aan mevrouw. 34 opzij. Ik heb 34,36 euro. Ik heb 36,36 euro, hier bij mij. Hier vooraan, 36 euro. 38 aan mevrouw. 40 aan meneer, zit. Ik heb 40 euro. 40 tot 42 euro aan mevrouw. 44 aan meneer. Ik heb 44, 46 aan mevrouw. 75 euro. 75 tot 75. Niemand meer dan 75 euro. 80 aan mevrouw. Ik heb 80. Ik heb 80 euro. 80 euro. Ik heb 80 aan 85 aan meneer. Ik heb 85 aan meneer. Ik heb 85. Niemand meer dan 85. Ik heb 85 aan meneer. 85 euro. Niemand meer dan 85. 90 euro achteraan. Ik heb 90 euro. 90 euro. 90 euro. Ik heb 95 hier bij mij. 95 euro. Ik heb 95 euro. Niemand meer dan 95 euro. Niemand. Niemand meer dan 95 euro. Niemand. Eén keer, iemand twee keer. Verkocht. 95. Achteraan, 75 aan mevrouw. Ik heb 75 euro aan mevrouw, 75. 80 aan meneer, achteraan. 80, 85 hier bij mij. Ik heb 85, 90 aan mevrouw. 90, 95 aan meneer, 100 aan mevrouw. Ik heb 105. Niemand meer dan 105? Niemand? 160 euro. 160, 170 hier bij mij. Ik heb 170 hier bij mij. Eerste tafel, 170. 170, niemand meer dan 170 euro. Niemand? Allemaal goed nagedacht, 170 hier bij mij, niemand meer dan 170 euro. Niemand? Aan u meneer. 170. Volgende lot is lot nummer 3. Niemand meer dan 48 euro, niemand. Eén keer 48, twee keer. 50 euro achteraan, ik heb 50. Ik heb 50 achteraan, rechtstaande, 50 euro. Niemand meer dan 50 euro. 55, hier bij mij, in de midden. Ik heb 55 euro, in de midden. 55, niemand meer dan 55 euro. Niemand? Allemaal goed bedacht, 55 euro één keer. 55 euro twee keer. 55 euro, proficiat. Mag ik het nummer zien? 1. Nummer 1. Oké. Meer dan 44, 46 in de midden. 48 hier bij mij. Ik heb 48, 50 euro. Ik heb 50 euro. 50. 50 euro. Niemand meer dan 50. Achteraan. 20, 22 aan de juffrouw. Ik heb 22 aan de juffrouw. Niemand meer dan 22. 22 euro. Ik heb 24. Ik heb 24 aan meneer. 24, 26 hier bij mij. 28 achteraan. Ik heb 28, 30 hier bij mij. 30, 12, 30, 32, 34 aan de juffrouw. 34, 36, 40 aan mevrouw. 42 achteraan. 42 laatste rij. 42, 44, 46 hier bij mij. Ik heb 46. Aan meneer, 46, 48 achteraan. 48, 50 aan de juffrouw. Ik heb 50 aan de juffrouw. Hier bij mij, 50 euro. 50, 52. Ik heb 52 aan beneden. 54. 54 achteraan. 54 euro. Niemand meer dan 54? 56. Ik heb 56 hier bij mij. 56. 56 euro. Niemand meer dan 56 euro? Niemand? 58. Ik heb 58. Achteraan. 60 hier bij mij. Ik heb 60 euro. 60. 60 euro, niemand meer dan 18, 19 hier bij mij. 19, eerste rij, 19 euro, hier bij mij, 19 euro. Niemand 20 euro.
Ik heb 20 euro achteraan. 20. Ik heb 20 euro, 22. Ik heb 22 euro in bij mij. 22 euro, eerste rij. 22 euro, eerste rij. Niemand meer dan 22. 22 eenmaal, 22 tweemaal. 24 euro achteraan. Ik heb 24. Ah, meneer, 24 euro. Niemand meer dan 24. 26 euro, eerste rij. Ik heb 26 euro, eerste rij. 26 euro, niemand meer dan 26 euro. 26 eenmaal, 26 tweemaal, 26 driemaal, verkocht. 26. En dan hebben we nog zo'n vaartuig. 160, 170 euro, 180 aan mevrouw. Je hebt 180 euro, 180 aan mevrouw. Niemand meer dan 180. 180 euro niemand, meer dan 180 euro eenmaal. 180 euro tweemaal. 180 driemaal. Verkocht, 180. Dank u. Dank u. Niemand meer dan 110, 120. Ik heb 120 hier bij mij. Hier vooraan, 120, 130. Ik heb 130 in de midden. 130 euro. Ik heb 130. 160 euro, niemand meer dan 160 euro. 180, niemand meer dan 180 euro. 180 eenmaal. 180 tweemaal. Niemand meer dan 180 euro. Niemand. 180 driemaal. Verkocht, 180. Wie zegt er 100 euro? Ik heb 100 hier bij mij. 110 aan de juffrouw, 120 in de midden. Ik heb 120 in de midden, 130 achteraan. Ik heb achteraan 140. Ik heb 140, 150 aan de juffrouw. 150 aan de juffrouw, 150. Ik heb 150 euro aan de juffrouw. 150, 160 hier bij mij. Ik heb 160 hier aan meneer. 160 euro aan meneer. Niemand meer dan 160. Wie zegt er meer dan 160? 170 aan de juffrouw. 103, 3 maal. Verkocht. 103. Mentaliteit was van ik sta hier, ik durf het wel aan en ik kan het. Fantastisch, bedankt. Dus dan zijn we lot 26 nu. Laten we zeggen, we beginnen met 200 euro. 200. Wie geeft er 200 euro? 200. Ik heb hier al een lot van 200 euro. Hier vooraan, 200, dankjewel. We beginnen met 200. Ik heb 200. Wie zegt er meer dan 200 euro? 200. Ik heb 200. 200 hier bij mij, mevrouw. 200 euro. Niemand meer dan 200 euro? Wie biedt er meer dan 200 euro? Niemand? 200 euro. Aan mevrouw. 200 euro. Niemand meer dan 200? Niemand? 200. Eenmaal. 200. Tweemaal. 220. Ik heb hier 220 hier bij mij. Ik heb 380. Ik heb 400. 400 euro. Ik heb 400 hier bij mij. 420. 440. Ik heb 440 hier bij mij. 440. Ik heb 440 hier bij mij. Eerste rij. 440 euro. Niemand meer dan 440 euro. 440. Eenmaal. 440. Tweemaal. 440. Driemaal. Verkocht. 440. Voor jou dezelfde vraag, hoe ben je erop gekomen en wat bedoel je daarmee? Ja, ik zag die tank en die twee gaten die erin zaten voor de benzine. En ik zag daar eigenlijk zo een figuur in en ik heb er een beetje van gemaakt. Ik heb daar ogen in gestoken en eigenlijk het figuur is gebaseerd op Jimmy van Quadrophenia. En dat is ook een beeld dat in het café zit waar ik veel kom en ja, van de wat bezat. 260. Ik heb 260. Ik heb hier bij mij 260 euro. Niemand meer dan 260. Wie zegt er meer dan 260 euro? Ik heb 260 hier vooraan. 280. Ik heb 280. Ik heb 300. Ik heb 300 hier bij mij. 300 aan mevrouw. Ik heb 300 euro. Niemand meer? 320. Ik heb 320 hier bij mij.
320 hier bij mij. Ik heb 320 euro. Niemand meer dan 320? Wie zegt er meer dan 320 euro? Ik heb 320 euro. Niemand meer dan 320. 320 eenmaal. 320 tweemaal. Iedereen goed bedacht? 320 driemaal. Verkocht. 320. Mijn tank is Mundus. Ik heb de tank getransformeerd in een soort wereldbol. Mijn aspiratie komt vooral van mijn groot interesse in het reizen en de droom van de hele wereld te zien. De verschillende culturen, klimaten, vegetatie, stalen, dieren, etc. zijn de elementen waarop ik me gebaseerd heb. Mijn naam is Tine Cornelis. Die of we gedaan hebben en initiatieven voor het doel Make-A-Wish Belgium Vlaanderen. Het doel was gekozen door de leden, dus we hadden in totaal, ik geloof, 12 verschillende mogelijkheden waarop we naartoe gingen. En Make-A-Wish Belgium Vlaanderen die kwam eruit als het hoogste en wat we wilden doen. De organisatie waarop wij mee samengewerkt hebben als Gent Chapter Belgium en onze sponsoring dealer Anne en Raymond is een organisatie vertegenwoordigd door Therese en Mark hier naast ons, hebben we een heel jaar fantastisch samengewerkt. Hebben veel vergaderingen gedaan, veel nagedacht over wat gaan we doen, hoe kunnen we dingen doen. En in feite, wij zijn maar een motorclub. En we hebben alles daarnaast door middel van mensen die op zich wilden inzetten, mensen die op dingen willen sponsoren en geven voor het goede doel. En daar zijn we heel trots op. Langs mijn kant als afsluiting van dat jaar, mede namens Anneke, Raymond. Bedankt Stefan dat je bij ons geweest bent op zo'n professionele manier. En jullie allemaal hartelijk dank om bij ons te zijn en bij ons geweest te zijn. Ja, voor dat goede doel en ons te supporten als Gent Chapter Belgium en Harley Davidson Gent. Dank aan iedereen. Ik kan niemand geen woorden daarvoor doen, maar ik ga mensen vergeten en missen. We hadden een streefdoel waarop we wilden komen, maar niemand heeft dat ooit uitgesproken. Ik heb dat nooit in publiek gezegd, wat of ik in mijn hoofd had, wat ik zou willen samenkrijgen. En onze andere bestuursleden en leden hebben dat eigenlijk ook nooit gezegd, want we hadden zeker geen ervaring met een veiling en die dingen die we gedaan hebben. Ik ben trots als directeur van Gent Chapter Belgium, alle leden en Harley Davidson Gent, ja, een cheque te mogen overhandigen van alles samen voor een totaalbedrag van 10.000 euro. Stil geworden van 10.000 euro, dat is een fantastisch bedrag. Zoals al gezegd, namen noemen is zeer gevaarlijk, want we zouden allicht veel mensen vergeten. Dit is niet door één persoon, door één organisatie, maar al de sponsors en iedereen die heeft bijgedragen. Jullie allemaal, jullie zijn allemaal de sterren hier vanavond ook, want zonder jullie kon dit ook niet doorgaan. We zijn er eventjes stil van geworden. De samenwerking met jullie allemaal was fantastisch. Ik denk dat dit in het verleden zelden gebeurd is dat wij zo'n organisatie fier mogen zijn dat we met zo'n organisatie mochten samenwerken.
We hebben het verschillende malen gezegd ook. Dit is een voorbeeld voor vele anderen. Jullie hebben, ondanks dat men soms over de motorwereld spreekt met vooroordelen, heb ik zoiets van, dit is nu weer licht. Jullie zijn fantastische mensen met het hart op de juiste plaats. Yeah. Ik zou willen toevoegen dat wij deze, ik mag het wel zeggen, zuur verdiende centen, want jullie hebben er hard voor moeten werken, dat we die tot op de laatste eurocent goed zullen besteden. We zullen ook terugkoppelen wat er met die centen zal gebeuren. Jullie zullen heel goed weten wat we mee gaan doen. En jullie zullen dat kunnen terugkoppelen naar ook al jullie sponsors ook. Zodat de mensen allemaal weten wat er met dit geld gebeurd is. En ik zou misschien met nog een slagzin willen afsluiten om het in Fata Morgana termen te noemen, jullie hebben 5 sterren verdiend. Dank u wel. Wij willen het niet nalaten van af te sluiten met toch enkele kleine attenties te bezorgen. Chris. Ja, ik ben echt gedaan, inderdaad. Enkele kleine attenties voor de mensen.